Ik ben nu al anderhalf dag bezig met een videootje te editen voor ons vijfjarig bestaan. Ik dacht, ik maak even snel eentje, maar ik moest alle harde schijven induiken en YouTube afstruinen van al mijn oude beelden. Ik dacht, het was meer werk dan ik dacht. Nou ja, hij wordt wel tof, denk ik. Vijf jaar de Given Horse, man. Van harte gefeliciteerd. Ja man, jij ook. Het is de... Oh, ik wou ook direct even in dit stukje video laten zien dat onze auto nieuw is en up and running. De partner in crime, maar jij trapt er direct meteen aan, dus voel je je ook jarig? Nee. Als je terugkijkt op vijf jaar, wat... Toen ik de video zag, dacht ik wel even, wow, daar hebben we veel dingen gedaan. En mijn vriendin die moest zelfs een traantje laten, dus dat was goed. En jij? Nee, ik voel me niet heel erg jarig, per se, als in de zin van... Want ik weet je, normaal kijk ik kom bijna op bed als ik jarig ben en is het taart en zo. Maar dat is er allemaal niet. Nee. Oh, we moeten gewoon weer spelen. Het gaat gewoon weer door. Ja. En dat is het ding. Dus we gaan nu. Tijd om stil te staan. Ja, even stil te staan met de video bij wat we allemaal hebben gedaan. Maar we gaan wel door naar het volgende optreden en die is vanmiddag. We spelen in Nuis op het NDC Zomerfestival. En je ziet het, het is hartstikke mooi aangekleed. Ik heb echt mijn best gedaan. De dag staat bijna. En we gaan een showtje doen en we geven een lezing over ons muzikale bestaan. Op ons vijfjarig jubileum. Vijfjarig jubileum. Jubileum. En daar spelen we straks. Hier gaan mensen in het kleine glazen hokje gaan met ze luisteren naar onze lezing. En de grootoor vleermuis luistert ook mee. Er waren ongeveer 12 mensen, denk ik. Dat was eigenlijk heel erg relaxed. Heel erg interactief, praten over onze reizen. Hoe hebben jullie dat gedaan? Dat hebben we zo gedaan. Het grappige is dat ze zelf ook bij een mediabedrijf werken, dus dat je ook een beetje hun kan vertellen waar de gaten zaten en hoe wij dat aanpakken. Dat is wel heel leuk. Waarom hebben we het niet gefilmd? Ja, ik weet niet, ik durf niet. Maar is die rond even het demootje af. Voor de nieuwsbrieflezers. En hier maken we zo even een videootje voor de nieuwsbrieflezers. Wat is de bedoeling, Marius? We gaan gewoon gelijk vloer spelen. We mogen zelf plekje uitzoeken. Ja, man. Ja. Vet. Mocht je... GCC. GCC. All the way. All the way. Ja, dan pak ik deze, oké? Dat is goed. Ja, hey! Yeah, hier, hij begrijpt het. Lekker, ja. Wat gaan we doen? Waar gaan we staan? Ja, weet ik niet. Ja, weet ja, voor mij gaan jullie hier staan. Mij gaan jullie buiten gewoon hierin staan. Of zo. Ik zie geen podium. Ja, we... Iedereen heeft er zin in. Ja, ik zie het. We staan niet buiten op het veld, we staan binnen de tent, maar we willen die banken erbij. Wij gaan zelf in handen nemen hoe gezellig dit wordt. En dat wordt hartstikke gezellig. Zullen wij onze gitaar zo even pakken? Dus wat gaan we doen? We gaan banken versleten. Stoppen. Een heel groot applaus. Waarom? Nog wel een groot applaus. Nou ja, we moeten stoppen. We zijn boos. Maar ja, niks aan te doen. Volgend jaar beter. We moeten gewoon binnen, akoestisch, rock and rollen. Ja, ja. Daar is een microfoon. Binnen, akoestisch, rock and rollen. We gaan nu de boel proberen provisorisch naar binnen. Slepen en dan kijken of we nog een showtje kunnen draaien, want ik wil hem wel afmaken. Hij kreeg het goed, man. Goed, gek aan toe. Wow! Wat vond je ervan? Op baan zinnen! Wow! Wow! Hoe vond je het? Het was weer classic. Het ging helemaal los. De lui zijn zo, zo
zo lazerig en zo in voor een feestje. Zoals, ja, je hebt het zelf gezien. En daarbij willen we alle kijkers en volgers heel erg bedanken, want ik kreeg heel veel toffe reacties op onze vijfjarig jubileumvideo. En dat vinden we echt te gek dat mensen ons zo'n warm hart toedragen. Wat staat ons volgende week te wachten?